Hey beste mensen, mijn naam is Ben van Ashton Music Academy en welkom bij dag 5 van de September Mixmaat. Vandaag gaan we het hebben over het weghalen van modderige frequenties in je mix. En dat ga ik weer doen aan de hand van de akoestische gitaar die ik hier heb. En wat een veel voorkomend probleem is in mixen, zeker in home studio opnames en mixen, is dat sommige tracks wat modderig kunnen klinken. Nou, dat komt door misschien resonanties in je ruimte of door verkeerde microfoonplaatsing. Maar in ieder geval, soms heb je dat je tracks heel ongedefinieerd en onduidelijk klinken doordat er dat ze eigenlijk een beetje modderig klinken. Nou, die modderige frequenties die zitten vaak in het gebied rond 200 hertz. Vaak 250 hertz ongeveer, soms iets lager, soms ietsjes hoger. Niet te veel hoger. Maar dat kun je heel makkelijk corrigeren door EQ te gebruiken. En dat ga ik je laten zien. Ik heb hier de akoestische gitaar, waar we al het een en ander aan gedaan hebben. We hebben al een high pass filter gebruikt, dus we hebben de onnodige lage frequenties eruit gefilterd. We hebben hem wat geboost in het hoog met een hele subtiele brede boost. En we gaan nu kijken of we nog iets meer van de modderigheid eruit kunnen filteren. Want vaak met akoestische gitaar is dit het probleem, omdat de microfoon soms te veel laag vanuit het klankgat van de gitaar oppikt. Daar komt heel veel laag vanuit. En wanneer dat net verkeerd gaat, dan klinkt het te modderig. En dat kun je dus makkelijk corrigeren. Dus ik ga je laten zien hoe je dat kunt doen. Dan ga ik hem in dit geval wel even soloen, zodat ik het je goed kan laten horen. En dan ga ik dit groene bolletje even boosten. En dan zal ik je laten horen om welke frequenties het gaat. Ja, vooral dit gebied. Dit zijn die hele onduidelijke, een beetje modderige frequenties. Dat is de beste manier om het te omschrijven. Nou, wat je dan kunt doen, heel simpel, is die er een klein beetje uitknippen. Op deze manier. Dus door het bolletje naar beneden te draaien. En doe dat altijd terwijl je luistert. Dus ik zet hem nu weer even op 0. En dan ga ik, terwijl ik hem afspeel, ietsjes naar beneden halen. Nou, en de truc is om het niet te veel weg te halen, want zoals je al hoorde toen ik hem helemaal naar beneden haalde, de gitaar wordt dan meteen een stuk dunner. Het gaat veel dunner klinken, omdat je eigenlijk wat body weghaalt van het signaal. Dus doe dit alleen wanneer het echt nodig is. In dit geval zou ik het misschien zelf niet eens doen, omdat het niet een overdreven groot probleem is. Ik heb hier al geprobeerd rekening mee te houden tijdens het opnemen. En dat is heel belangrijk, want je kunt zoveel wegknippen en boosten als je wil met EQ, maar het beste is om het zo goed mogelijk op te nemen. Maar goed, soms is dat niet gelukt of heb je opnames gekregen van iemand anders waar wel een probleem in zit en dan kun je dit dus wel gemakkelijk fixen. Maar doe het niet te veel, want dan loop je het risico dat het heel dun gaat klinken. Nou, dan nog eventjes een tip, want je ziet nu in de curve van de EQ al, als ik die molligheid wegknip, is dat dit laag, wat hier dan tussenin zit, wel blijft. Nou, dat is weer een ander soort laag, omdat dat ook echt daadwerkelijk lagere frequenties zijn, die wel weer heel erg bruikbaar kunnen zijn, omdat daar weer meer definitie in zit. Dus dan hoor je misschien meer welke tonen er gespeeld worden in de gitaar. Luister maar eens als ik die ga boosten, wat er dan gebeurt. Hoor je dat hij dan wat meer body krijgt, dat hij ietsje steviger gaat klinken? Nou, eventueel zou je dat nog een klein beetje kunnen boosten, maar in zo'n drukke mix als dit is dat denk ik ook niet nodig. Maar dan hoor je eventjes wat voor verschil dat maakt, die frequenties. Dus dat is heel goed om te weten. Nou, dit is even een hele korte tip hoe je modderige frequenties weg kunt knippen. En dit kun je natuurlijk ook bij allerlei andere instrumenten en bij zang doen. Dus heb je dit probleem, klinkt het te modderig, knip het gebied rond 250 hertz een klein beetje weg. En dan zul je zien dat het al meteen een stuk helderder en een stuk beter gaat klinken. Hey, wil ik je hartstikke bedanken voor het kijken. Vergeet niet je in te schrijven voor de prijzen die je kunt winnen. Je kunt Slate Digital All Access Pass winnen. Al hun plugins voor een jaar lang. Je kunt mijn Home Studio Academy cursus winnen. Of de Mix Basics cursus die aan het einde van deze maand uitkomt. Dan schrijf je snel in. Dan maak je kans om deze prijs te winnen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en zie ik je graag morgen weer. Ciao!